In de Nationale Assemblée vond vandaag de behandeling plaats van de wijziging van de omzetbelasting. Aziz Gayadin, voorzitter van de commissie Wet Omzetbelasting 1977, gaf aan dat de wijziging van deze wet economische voordelen zal opbrengen voor het land. Dan zien we dat we de eerste 6 maanden van deze regering, waar er totaal geprojecteerd was dat in de begrotingen 16 miljard binnen te halen, er voor de eerste 6 maanden 6 miljard binnen is gekomen. Laten we zeggen, realisatie van 40%. Bij de uitgaven was geprojecteerd 21,2 miljard. En vooralsnog heeft de regering uitgegeven 5,7 miljard. Dus er is een surplus van bijkans 688 miljoen. Enkele parlementariërs gaven tijdens de vergadering aan dat een eventuele wijziging van de wet funest zal uitpakken voor de zwakke huishoudens. De wet omzetbelasting was tijdens de behandeling van de begroting 2021 en het herstelplan 2020-2022 al gewijzigd met enkele procenten. Indien de wet weer gewijzigd wordt, zal de omzetbelasting met ruim 12% verhoogd worden. Ik niet achter deze wet sta. En ik ga ook aangeven waarom. De regering, dat is mijn uitgangspunt. En tijdens mijn spreekbeurt ga ik het ook aangeven. De regering gaat mij althans goed moeten overtuigen. Heel goed, met heel veel materiaal, waarom we die OB gaan moeten verhogen. In de meeste CARICOM-landen kennen ze geen belasting bij de grens. Het is gewoon gemiddeld 15% zoals in de memorie van toelichting is meegenomen. Maar nu met deze wijziging gaan we zitten boven 24%. Dat is de realiteit, voorzitter. En laten we geen knollen voor citroenen verkopen, voorzitter, aan de samenleving. Mijn grootste zorgpunt vandaag, voorzitter, is dat het volk gaat lijden hiervan. Een nadeel is dat de consumentenprijzen in de winkels gaan stijgen van 8% tot 15%, afhankelijk van de winstmarge en de heffingspercentage. Gayadin heeft begrip voor de reacties van de parlementsleden. Echter legt hij uit dat de regering er alles aan doet om het land te halen uit de financiële crisis. Volgens hem moeten er sterke instituten zijn om te zorgen voor de naleving van deze wet. Die hervormingen, zoals beloofd door de regering volgend jaar, die zullen maken dat we zoveel als mogelijk de informele sector zullen kunnen belasten. Maar ik denk dat de geachte lid Binda ook doelde op de inningsmethode, dus hoe makkelijk geïnd kan worden. En daar moeten we natuurlijk bij de hervormingsdiscussie, want ik heb de regering gevraagd, alvorens men zo ver gaat, maar niet alvorens, dat we heel spoedig weer bijeenkomen als parlement. Dat is dus een themavergadering over de hervormingen van de belastingen. Maar dat is de basis die we willen leggen voor die samenleving.